In deze aflevering van Wat doe je voor de kost praat ik met Nikki van mij en zij is kindervisiotherapeut. Nikki, goedemorgen. Wat doet een kindervisiotherapeut? Goedemorgen. Uh, een kinderfysiotherapeut die behandelt uh, kinderen met problemen op het lichamelijke gebied. Dat kan zijn pijnklachten, dat kan zijn motorische problemen, dat kan zijn uh, ja, dat ze een vaardigheid misschien niet kunnen en dat wij een kaart brengen van oké okay, hoe komt dat nou eigenlijk? Ja. Wat heb je voor opleiding gevolgd? Um, allereerst na de HAVO heb ik de opleiding tot fysiotherapeut gedaan. Um, en dan als je die uh, in de pocket hebt, dan uh, kan je je gaan specialiseren. En toen heb ik nog de opleiding tot kinderfysiotherapeut gedaan. Dat is een masteropleiding. Even die opleiding. Hè? Kan je het een beetje uitsplitsen in op welk gebied je geschoold wordt? Um, ja, je wordt op masterniveau geschoold. Dus dat houdt in dat er um, ja, heel erg veel met wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. En dat um, de behandeling die we geven, dat die uh, ja, uh, evidence based is. Dus dat het bewezen is. Uh, hetgeen wat we doen, wat we toepassen. Ja. Maar goed, ik neem aan dat je ook uh, geschoold wordt in hoe ga je om met kinderen. Wat leer je daar bijvoorbeeld over? Absoluut. Um, nou ja, je leert allereerst gewoon goed kijken naar een kind. Uh, wat heeft een kind nodig? Heeft een kind uh, juist de rust nodig? Of heeft een kind juist veel nodig? Um, daarbij is ook de samenspraak met ouders heel belangrijk. En als het nodig is, um, overleg met school, overleg met andere disciplines, overleg met artsen, kinderartsen. Uh, ja, heel, heel divers. Hoe krijg je de kinderen hier? Worden ze door scholen gestuurd? Kunnen ouders een eigen initiatief nemen? We merken inderdaad dat ouders een eigen initiatief kunnen nemen. We horen ook vaak, we krijgen veel verwijzingen vanuit basisscholen door. En ook de huisarts en de kinderarts en het consultatiebureau kunnen naar ons doorsturen. Ja. Nou, dan maar eventjes over waarom kinderen doorgestuurd worden. Kan je wat voorbeelden geven? Ja, nou ja, eigenlijk bij de, de, de baby's kan het al beginnen bij bijvoorbeeld een voorkeurshouding... of een afplatting van het hoofd of problemen in de motorische ontwikkeling. Een kindje even de afplatting van het hoofd, moet je even uitleggen? Ja, um, nou ja, een aantal jaar... Verleden is het wiegendoodprotocol ingegaan, waarbij kinderen eigenlijk altijd op de rug moeten liggen. En soms kan het zo zijn dat door het vele liggen op de rug en ook het afzetten van de voetjes, um, zorgt voor een afplatting op het achterhoofd. Um, nou ja, en daarin kunnen wij gewoon veel advies geven van oké, okay, hoe kan je nou die ontwikkeling op een andere manier stimuleren dat dat niet gebeurt. Um, nou ja, de motorische ontwikkeling. Een kind gaat misschien nog niet kruipen of, of gaat niet lopen. Dan brengen wij een kaart. Waar komt dat nou door? En hoe kunnen we iemand uh, daarin adviseren, met name de ouders, om dat spelenderwijs met het kindje toch te oefenen? Ja, wat ik wel net zeggen. Wanneer constateer je nou met zorgen dat je kind niet goed kruipt of niet goed loopt? Waar moet je naar kijken? Um, ja, dat is, dat is een lastig iets. Uh, vind ik ook moeilijk om antwoord op te geven. Um... Ja, wat toch vaak gebeurt is dat ouders vergelijken met uh, misschien andere kinderen. Dat is niet altijd goed, want juist die motoriek is een heel breed iets waar lange tijd overheen kan gaan. En als het ene kind iets met zes maanden kan, wil niet zeggen dat het andere kind dat ook met zes maanden moet. Die kan er misschien negen of twaalf maanden over doen. Uh, maar als ouders een idee hebben van nou ja, ik zou toch willen uh, dat er eens een keer meegekeken wordt, is het altijd handig dat wij eens. Uh... Meekijken daarin. Kleine jongetjes en kleine meisjes. Zeker in de opgroeiperiode vanaf baby, waarin verschillen ze vooral? Ja, jongetjes zijn toch misschien wel vaak wat meer uh, actief, uh, wat meer uh, ja, wat vrijer. En meisjes uh, merk ik gewoon dat die vaker makkelijk luisteren en adviezen goed opvolgen. En tuurlijk geldt het absoluut niet voor alle jongetjes en alle meisjes. Maar dat is wel een verschil wat ik zelf gewoon zie. Dan nou kunnen we diverse voorbeelden bedenken. Um, wat zijn voor jou de lastigste gevallen? Um, ik vind het lastig als um, kinderen mij niet heel erg goed begrijpen. Um, ik merk van mezelf dat ik heel vaak. Uh, verbale feedback aan ze geeft. Maar sommige kinderen kunnen daar niet goed mee omgaan. En dan merk ik van: oh ja, ik zeg te veel, ik moet minder zeggen. Dus moet je meer gebruik maken van de omgeving. En ik merk voor mij persoonlijk dat ik dat heel lastig vind. In welke gevallen zeggen jullie van: wij kunnen geen hulp bieden en verwijzen jullie door? Nou ja, soms kan het zo zijn dat we binnen de praktijk wisselen dat ik zoiets heb van nou, ik voel dat ik niet mijn ei heel goed kwijt kan bij dit kindje en dan kunnen we verwijzen naar een andere collega in de praktijk. Maar soms zijn er ook klachten die gewoon niet op ons bordje thuis horen. Dat bespreken we altijd met ouders en dan verwijzen we terug naar een huisarts. En dan moet een huisarts eventueel in samenspraak met ons verder kijken van oké, okay, waar kan het kindje dan wel de juiste zorg krijgen? Mag je stellen dat een kind uit een Gezien waar problemen zijn, waar het niet goed gaat tussen vader en moeder. Uh, kan je dat afleiden dat zo'n kind sneller bij jullie terechtkomt? Nou, dat denk ik niet. Um, ik denk dat uh, misschien de zorg bij ouders er moet zijn of er moet zorg vanuit school zijn of het, het consultatiebureau van huisarts moet dat signaleren. Um, maar het wil niet altijd zeggen als de thuissituatie complex is dat kinderen dan snel hier zijn. Kinderen in de opgroeiende fase kunnen de bekende problemen hebben, eetproblemen, wat je zegt, lopen, kruipen. Er zijn ook kinderen bij die worden bijvoorbeeld heel erg boos. En hoe moeilijk is dat om daarachter te komen waarom dat is? Ja, ook dat is heel moeilijk. Um, ik denk dat je dan een beetje bij het stukje prikkelverwerking uh, terechtkomt. Um, uh, de sensomotorische integratie. En daar hebben een aantal andere collega's uh, uit de praktijk veel ervaring mee. En aan de hand van een vragenlijst kan je dat wel enigszins in kaart brengen en kunnen mijn collega's absoluut hele goede adviezen daarover geven. Um, en soms um, is dat goed, maar soms ook niet. En ik denk dat het altijd belangrijk is, is dat je dat. Heel goed bespreekt met ouders, dat je ouders daarin betrekt. Eh, om te kijken of er mogelijk een ander onderliggend probleem is. waar de kinderfysiotherapeut verder weinig mee kan. In hoeverre behandelen jullie kinderen met vormen van autisme? Ook die kinderen behandelen wij zeker. Um, maar dan behandel je niet zozeer op de autisme. Uh, maar er zijn natuurlijk. Uh, problemen, motorische problemen, die ook uh, ja, door autisme uh, aan ten ja, naar voren komen, en dan kunnen we daar zeker ook iets mee. Ja. Dan weer even terug naar de ouders: je komt hier bij jullie terecht, jullie constateren iets. Hoe verwerken ouders dat vaak? Hoe verschillend kan dat zijn? Nou, ja, dat kan verschillend zijn. Ik denk, um, ik vind het altijd zelf heel belangrijk dat ik open ben naar ouders en dat ik samen met hen. Praat over um, nou ja, wat er misschien opvalt aan een kind. En ik uh, ervaar wel op het moment dat je daar open over praat en niet geheimzinnig over doet, um, dan is dat fijn. En dat zorgt dat er een fijne interactie is tussen ouders-kind en wij als kinderfysiotherapeuten. Zo dus over het algemeen merk ik dat dat wel goed gaat. Wanneer je een top drie zou kunnen samenstellen van kinderen die hier komen met klachten, wat, waaruit zou die top drie bestaan? Um, ik denk de top drie die wij hier zien: um, motorische problematiek, um, orthopedische problematiek en uh, de zuigelingen. En wat bedoel je precies? Wat, wat is het probleem bij de zuigeling? Uh, zuigeling is uh, toch ook wel motoriek, maar ook de voorkeurshouding, het overstrekken, is eigenlijk ook in de algemene ontwikkeling van de baby's. Ja. Hoe ziet jouw dag eruit? Uh, heel gevarieerd eigenlijk kinderen van alle leeftijden uh, jong oud um, af en toe een enkel tussendoor dan weer een knie dan een motorisch probleem dan een schrijfprobleem dus uh, ja superleuk en af en toe uh, ga ik ook eens ergens langs om te kijken van oké okay, hoe doet het kind het op school hoe doet het kind het in de thuissituatie uh, soms even naar buiten dus lekker gevarieerd hoe lastig is het los te komen van je beroep je komt buiten je komt onder de mensen kan je dat uitzetten Um, hoe, hoe bedoel je het uitzetten? Nou ja, je bent kinderfysiotherapeute. Uh, kan een kinderfysiotherapeute ook gewoon naar kinderen kijken zonder dat die beroepsknop aangaat? Zeker, dat kan ik absoluut. Alleen soms merk ik, betrap ik mezelf er wel op dat ik op straat loop en een kindje zie. En dat ik denk, hé, hey, daar, daar zie ik iets aan. Maar verder kan ik het gewoon met kinderen uit mijn omgeving, de kinderen van uh, vrienden en vriendinnen of van mijn zus. Uh, ja, daar kan ik dat gewoon lekker loslaten en gewoon lekker uh, de tante of de vriendin van zijn. Mooi beroep? Absoluut.